Je zult wel denken, wie kan dat toch zien, zo'n markant figuur? Is dit een hobbyist en een toerist of immers dan de wijkwied is? Nee, dit is Krit. Krit heeft één missie en is op weg naar mensen met een verhaal. Mensen zoals jij en ik. Onderweg van Lottem tot Grinsveen, van Brokese tot Wansum. Op bezoek bij mensen met een kluchtig, een spannend of een mooi levensverhaal. En dit willen delen met ons allemaal. Het is herfst 2005. En Krit is de gast bij Sjaak en Riek Goeren in Brokese. Hey, mooi Sjaak, moet ik erin? Ja, kom erin, Kel. Waar zit ik hier geboren? In Lottem ben ik geboren. Ik ben een echte Lottemse. En je woont nu al jaren in Brokese? Ja, meer dan 9. En wat is dat in een echte Lottemse ziet? En een echte Lottemse is een echte Lottemse. En dat verandert nooit. Als er mee komt, vol op vreemde plaatsen, volgens mij, waar ik vandaan kom, ik hoor nog 40 jaar, 49 jaar omhoog, zeg ja, ik kom van Lottem. Dus dat wil ik er wel niet zeggen. En is nooit stiekem nog eens teruggegaan, Riekie, naar Lottem, dat je door verkeerd niet meer terug? Nee, dat kwam geen terug naar mij. En hoeveel broers en zussen had ik je, Sjaak? Ja, met 11 kinderen thuis. Dat zien er in een hele hoop. Een heel smeer, ja. Wij was vroeger streng katholiek bij jou thuis, Sjaak. Nou, streng katholiek. Ons moeder was tamelijk katholiek, ja. Ons vader minder. Ons vader geloofde niet allemaal zo gans. Ons moeder die was echt serieus katholiek, ja. En die moest duk naar de kerk toe? Ja, dat denk ieder mee, ja. En dan was dat allemaal hetzelfde bier allemaal naar de kerk. Want dat kwam op een schoolrapport te staan. Dat je naar de kerk was geweest. En dan, als we dan terugkwamen, van Horde, dan ging dat de keuken in. En dan moesten we de catechismus gaan leren, hè. Maar het was dus zo, we waren met 4-5 die daar kwamen. En we moesten allemaal een verschillende les leren van de catechismus. Dus dat was één gebrouwel door elkaar. We kozen gaan leren, hoor. En dat hoort dat ook meestal, dat ik die vragen niet wist als stoer of geploon die kwam vragen, hoor. En dat soort zo op de knieën. Ja, ik wel, maar die dorper minder, want die hoefde nooit geen moeilijke vragen te zetten. Want die vragen hadden mee en door als een berg vrij. Dus de moeilijke vragen was voor die mensen van achteruit? Ja, dat kunde zo zijn. De ratelers, de heijer, die kregen de moeilijke vragen. En de ratelers, de deur op de makkelijke, of geen. En biechten dat toen in een tijd, nou gebeurt het natuurlijk niet meer, maar dat biechten was toen ook zo één. Was dat, moest je dat ook? Ja, biechten, dat moesten we om de paar weken van de school doen, hè. Dan ging je klasgewijs naar de school toe. En tot de 8e klas, we moeten gaan biechten, ja. En daar stond bestuur ook op. En wij hadden met een prachtige bestuur, dat was bestuur Kerbos, prachtige mens. En toen je Lange Verlens en ik kwakel schrapen voor de ketel te stoken in het KJV-hoes. En zaten we er wel eens aan de wien natuurlijk ook. En bestuur hij knieën, dan moesten we wat zuiver knieën voor. En ik kan ook knieën, maar ik kan hier gooien. En ik ook in een biechtstoel. En ja, mijn bekende drie wezen groetjes en straf, de loek toe. En toen wil je gewoon, en dan maak je die loek maar op. En toen vroeg ik me of ik zo'n smiddags met een remmel wil komen. En bij jou, Riek, toen vroeger was dat ook zo, ook appetit naar de kerk toe. Ja, en zondags moest ik 3 keer naar de kerk, 7:30 en een hoermis en dat lof. En iedere dag. En ik had een broer, die was 7 jaar jonger. En ik moest ook iedere dag naar de kerk. Maar die voetelde mij, die ging hier achter de hecht zitten.
met Sjaak van Bulms. En toen kwam je stoer een keer bij ons, waarom dat is een heine naar de kerk kwam iedere keer. Ja, maar dat kwam iedere keer. En toen kwamen ze erachter dat en hij zich verstopte en in de kerk ging. Dus, en wat voor school, Sjaak? Je zit natuurlijk ook naar school geweest vroeger. En wat voor school heb je gedaan en wat voor beroep is er ontstaan? Ja, de leerschool, hè. En toen moesten we heen, in de Noorden was dat de 8e klas, toen moesten we opblijven zitten totdat je 14 jaar was en dat kostte van de school. Hè. Maar dan had je zijn vader al lang werk voor me, dus hij daar al de pony voor gekocht. En toen ik 14 jaar was, toen voer ik met de pony naar de staat te melk. Ik was al reeds een paar jaar met zijn vader mee geweest, die tijdnummers die kende ik allemaal. En, dan moest ik de melk varen, ja, 14 jaar. Dus als 14-jarige jong voerde ik al met de pony, met de wagen, met de melk naar de staat? Met de melk naar de staat, ja. En dat ging dan naar twee melkfabrieken, naar de Sint-Josef, die was op Helberg en de Martinez op de Stolzeweg. En dan moest ik bij de Martinez weer melk mee terugbrengen voor de venters van Grubbe Voors. Dus dat was ook nog een beetje op de klok werken, want ik kreeg ze bij vijven tot omdat ik lang naar die Pruisen heen ging staan kijken, maar die was er al met loodelspijn en exerceer, vond ik geweldig. Maar ik moest op die terug, want die melkventen zijn vervolgens moesten die melk hebben, die moesten die gaan venten. Ja. Je ziet ook in Dins geweest? Ja, ja, ik ben in Dins geweest, ja. En dat was ook allemaal officieel, maar toen was best een Indian tijd nog wat. En ja, toen kwamen ze dan, die laat hem mee gekeurd, waar de zoten zondag al bij flessen vragen, zei ik een vee met dat paard aan, ik dacht, zullen ze mij niet hoeven, maar ik pak verdomme, ik ging zo gij aan dans. En dan kreeg ik een oproep, moest ik bij het korps mariniers mee melden. Ik had het nooit verhuurd, dus wat. En zo is dat gegaan, dan heb ik een paar jaar bij de mariniers gezeten, ja. Maar hoe ging dat, is die werk, voor 18 jaar weer de toes bij man onder de rockhoed getrokken, ja. Van de wereld hadden. Ja, neem ik niet veel gezien als Venloeger bevoors en laat hem, want tevoren moeten we meelijk werken. En dan ineens moesten naar Dins. Ja. Hoe moet je dat voorstellen? Een trein hadden wij in een trein gezien. En nooit van zijn leven en heb ik ook nooit ingezet. Dan moest ik kreeg een vrijkaartje van laat hem naar Venlo met de bus. Van Venlo met een trein en dan naar Voorschoten. Dat was 3 keer overstappen. Ik had de zwier op de rug staan. Ik dacht, dat gaat niet goed. Hè. Dat was voor ons een agro-jaar. En je moest, waar moest je naartoe? Naar Voorschoten. Naar Voorschoten, ja. En hoe moet ik me dat voorstellen met al die troepen die er met elkaar kwamen van zo'n soldaat of van zo'n jongens die soldaat moesten weeren? Dat was natuurlijk allemaal die nooit nu aan het geweest was. Ja, dat was, wie was ze dan gekeurd in Remunt? Ik was al goedgekeurd, maar voor de mariniers moesten we extra gekeurd weer. Dus er was allemaal een burger kwamen weer op. Hè. En wie was in Remunt al gekeurd? Snelle Piet was er ook bij. Dan gingen we met de bus naar Remunt voor de keuring en dan kwamen we op Ruiver met de bus. En dan kwam zo'n vrouw die ging op een fabriek werken in Remunt. En dan was Snelle Piet tegen bezig. Toen kreeg hij zijn lanoer geklaat, zeg ik, en Snelle Piet kwam. En toen waren we in Remunt, zo is er zand met zo'n groeien tussendoor. Al die hele stilte zette hij, koppen dicht. Toen Snelle Piet te fluiten, was houden ze hem geliek aan de hoer. Hij is twee keer aan de hoer gehad. Voordat we goed gekeurd waren. Voor allebei nog een vraag. En dat is van, als er nog dingen in uw leven zijn geweest welke je beslist anders had willen doen, wat zou dat dan zien, Sjaak? Ja, had ik heel zeker wat anders gedaan, want ik was dus, heb ik verteld, ik ben 2 jaar in Dins geweest en ik wil hier beroepswer. Maar in dat tijd moest de toestemming van Toes hebben, dus vader en moeder moesten de handtekening zetten. Maar dat doe je niet Toes niet, want zei je niet Toes nodig. En zijn moeder vond dat maar niks. Ze vond bij de marine wel allemaal slechte mensen, vond ze. En in ieder geval in dat tijd, ik geloof, doet er nog wat vader en moeder zijn, maar dat had ik nou niet meer gedaan in ieder geval. Dat was ik beroeps geworden. Dus daar hebben toch altijd een beetje speed voor gehad dat je dat niet hebt kunnen doen? Heb ik altijd speed voor gehad, ja. Maar ik heb even gehoord met plezier de vuur geweest. Ik moest de koers verdienen en dat koos ik goed. Dus, maar het was niet mijn keus. Aha. En dan die vraag ook aan Ulrike. Zijn er dingen in het leven welke geen beslis anders had gedaan? Ik heb ook altijd heel veel bij mensen gewerkt. Van alles en nog wat. Ja, en ik kreeg dat ook niet zo goed betaald. Maar de eerste jaren was ik in de verzekering en als ik nog één keer moest werken, deed ik dat niet meer zwart, allemaal wit. Want in die laatste jaren dat ik in de verzekering was,
heb ik toch nog goed betaald gekregen toen ik 65 was. Ja, van die jaren toen hadden natuurlijk niks. Ja, je had al het gewerkt en ja. Dat was dat toen nee. Dat was toen nee en ik zou dat nou anders doen. Jack, de grootste hobby van nou, wat is dat? Ja, mijn grootste hobby is paard. Ik zeg, ik heb toen langs met de paard doorgegaan tot dat niet meer rendabel was. En toen moest ik conserveur worden. Hè. En toen heb ik, wie dat op de voertuig ging, gezegd, als ik de voert haal, dan koop ik me weer een paard, want dat heb ik het liefste. En toen waren ze wie dat ik in de voert koos en mooie toespraak wat over dat gaat en kreeg ik een loop. Dat geld voor de wat zit je dan met bezig? Wie laat begint er dan met? Als je het s'morgens op een petit heen moet? Ik kom bij de Riekvrouw, die zei dat ik daar altijd ben. Dus, Is dat zo, Riek? Dat is meer dan 8:30 dat je weg en om 12:00 kunt eten. Dus als het luidt en dat is jij, dan meldt hij zich weer? Ja, dan is hij er. Maar ik zeg je, geen muggen kan natuurlijk ook een petit met een met op een bok. Dat zie ik, hè. Voor me net te kunnen gaan van Nederland. Dat heb ik me ook wel gedoogd, ja. En Jack, waar moet je zo wel op letten als je met de paard in de natuur zit? Want daar kunnen natuurlijk niet iedereen met wegsturen. Daar kunnen in wezen iedereen met wegsturen, maar je moet ook opletten. Hè. Als je in de natuur zit, moet je steeds een behoeding zijn. Ik kan van alles komen. De gekste dingen komen er tegen. We hebben bijvoorbeeld van die motors, hoe heet het, van die crossmotors. Ja. En dan kom ik erin, die komen dan met een stuk of verder van vroeg te vliegen. Want ja, je dat op paard zich niet schrikt. Hè. En je moet altijd opletten als je met een paard vaart. Je moet altijd goed kijken. Kan van alles komen. Hè. En een paard kan schrikken. Hè. En ik zie nou, dit is een wat voor een koets is, waar gebruiken ze zo'n koets voor? Is dat nou puur voor de hobby of gebruiken die ook nog ergens anders voor? Ja, dit is eigenlijk een verlengde marathonwagen. Je kunt de marathon mee rijden en je kunt er met genoeg maan op voor een ritje te maken en 6 man kunt erop zitten. Maar ik doe geen wedstrijden rijden. Ik rij al met Gerrit Kusters net samen. Aha. Maar daar rijden we dubbelspan. Ja, ja. En je hebt ook nog een andere koets, of niet? Ja, een hoefkar heb ik nog. En verder ook een petit met weg? Ja, zomerdag, hè, dan moet ik... Daar moet ik zomers van hebben, hè, wat rijtjes maken. Een paard moet ook vreten. Hè. Ja, ja. En wat rijden daar zoal? Zijn dat groepen of wat is het dankbaarste werk dan als je met zo'n groepen wegrijdt? Ik persoonlijk vind het dankbaarste werk gehandicapten rijden. Ja, de meisjes te zien van. Hè. Maar ik rij ook met mijn feestjes en zo wat allemaal. Hè. Dus ze weten ook daar wel met te vinden? Ja, ja. En dan nooit geen gekke dingen met gemaakt op je grote weg met vrachtwagens, want het verkeer dat is natuurlijk hectisch. Nou staan we midden in de natuur. He. Maar als je dus met op de weg zit, dan moet het toch wel extra licht zien, of niet? Ja, ik moet altijd goed opletten. Maar dit paard is even wel verkeer gemaakt. Er kan altijd wat gebeuren, hè? En vakantie, gaat het dan nooit de vakantie, Riek? Of hoe werkt dat dan als je paard kunt het toch niet van huis? Jawel, we gaan iedere jaar een week op vakantie met paard. Een paard ook met? Jazeker, en de kaart. Dan moet, en waar gaat de reis dan heen? Gaat het dan het boetelaand in? Dit jaar zijn we naar Zelm geweest. Zelm? In Gelderland. Aha. En wat hadden we voor een plaats daar voor onderdijk? Want dan moet nog wat zien dan. Er is een oude boerderij en daar is een huisje neergebouwd van de vader en de moeder. Van die elders die daar wonen. En daar hebben we hier slopen en geëten. En wat is door de dag hier in Deiling dan? Je neemt het peer natuurlijk niet voor niks met. Nee, smerig koffie drinken en dan gaan we gauw met het peertje in de route.
En wat doet dat met u zo samen, als je zo samen nog eens lekker gezellig op zo'n bord door de natuur rijdt? Vroeger reed je natuurlijk ook lekker door de natuur mee met de auto. Maar nou samen op de koets na zoveel jaar. Dat is heerlijk. Ja, dat moet toch iets geweldigs zien of niet? Dat is dat. Ja, ik dacht s'avonds dat ik was een fles weer. Ja, maar met peertrijden is dat ook zo dat je geen nalkom moet drinken. Dat is dan een nieuwe regel. Ja, dat is de red, want ik geen nalkom drinken. Hè. Je moet wel een fles weer drinken. Maar je moet dat zelf daar in het verkeer. Je moet met de peer ook niet geen nalkom. Heb je daar ook een bewijs voor nodig voor als je met zijn peert droeg verder? Is er een of ander, ja, je kunt het wel rijbewijs of wat dan ook nemen. Is toch wat vuur? Heb je dan een cursus voor moeten volgen? Of? Ja, het is nog niet verplicht. Wezen mag iedereen naar zijn gepeerde koetskap nog over de weg varen. Maar dat komt wel. Maar ik heb mijn diploma en een koetsierenvies. Heb ik me direct gehaald om in de club te komen. Maar het is wettelijk nog niet verplicht. Sjaak en Riek Goeren ontbroken ze. Een paar prachtige mensen met een mooi verhaal. Krit kiert voldaan huiswaarts en gaat zich voorbereiden op een nieuwe ontmoeting.